Het is ongelooflijk pijnlijk hoe de tv-carrière van de nooit echt doorgebroken Leonie ter braak, maar blijft kwakkelen. Ze is nu elke avond op zender met een nieuwsquiz wat een dag, en het is de bedoeling dat ze zelfs heel september nog blijft uitzenden. Wat daarvoor wordt opgeofferd, de late talkshow. En dat is ongebruikelijk voor een grote zender als RTL 4. Angela de Jong, de gevreesde tv-columniste van het AD, die morgen terugkeert in de krant met haar traditiegetrouw heftigste column van het jaar. Direct na de vakantie is ze altijd heel vals, zegt op NPO Radio 1. Van de week was toch wel een beetje de week, hoe naar ook, voor Leonie Terbraak en het programma dat ze moet presenteren bij RTL 4. Daar ben ik weer voorzichtig mee beginnen te kijken van de week en toen dacht ik echt, ik gun haar echt het beste en ik hoop ook van harte dat RTL haar inlijft bij gewone talkshow. Dat ze van het talkshow-trio weer een kwartet gaan maken, want dat kan ze ook prima, maar dit moet ze niet doen. Rose Mogré, die Angela interviewt, is een vriendin van Leonie. Zij zegt: Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind dat ze zeker daaraan moet worden toegevoegd. Ja, ik ben een vriendin van Leonie, dus het is lastig kijken. Ik kijk misschien ook minder objectief, maar ik vind het eigenlijk best wel leuk. Ze vervolgt: Weet je wat ik ook vind? Er wordt de hele tijd gezeurd over dat bedrag dat dan zo weinig is wat mensen kunnen winnen, maar dan denk ik: Waarom moet dat nou weer gelijk een miljoen zijn? Het is toch juist de charme dat het maar 2000 euro is, of snap ik het dan gewoon niet? Wat vindt Angela daarvan? Nee, dat ben ik met je eens, want 2000 euro is hartstikke veel geld, en als je dat gewoon s'avonds om tien over elf s'avonds even in je schoot geworpen krijgt, en je wil nieuwe gordijnen. Maar ja, waar moet ik beginnen? Het mist sfeer, het mist spanning, ik vind de vragen gewoon raar. Elke keer denk ik, waar wil je heen? Wat is dan het nieuws van de dag? En ik vind Leonie heel geforceerd in dat programma. Ik hoor haar nu grappen maken over treinrukkers en pijpen en over beavershot. Dat ik denk van: kom op, Leonie, je bent beter dan dat. Angela vreest het ergste voor Leonie. Als ik nu zag hoe het kijkcijferverloop deze week is, dan zou het me echt verbazen als RTL dit volhoudt, want het staat heel september nog gepland, maar ja, er komt enorm veel nieuws aan. We hebben het kabinet dat een regeerakkoord moet schrijven voor Prinsjesdag, dat wordt heel erg belangrijk. RTL heeft toch met Renze en Humberto en Bo een talkshow staan voor 600.000 mensen, waar mensen graag naar kijken en wat serieus wordt genomen. Als ik Peter van der Vorst was, zou ik zeggen: nog even twee weken en dan beginnen we in september weer lekker met de talkshow. Met Leonie erbij.